Goedenavond, welkom bij Daten met Andries. Ik heb vanavond weer drie sexy dames uitgenodigd om te kijken of een van hun met mij naar bed zou willen. Nelleke van der Krocht, ik heb jou als eerste uitgenodigd. Ja, en je weet natuurlijk donders goed waarom ik jou heb uitgenodigd. Deugd niet, ben je? Huh? Ja. Verder heb ik uitgenodigd Els van der Vliet via de datingsite van de Evangelische Omroep. Dat klopt? Dat klopt, ja. Ja, daar sta ik al een tijdje in geschreven. Heel goed. En mijn derde kandidaat, dat is minister Maria van der Hoeven. U bent een sexy oudere vrouw. Gaan wij vanavond met elkaar naar bed? Wat denkt u? Ja, dat zou heel goed kunnen. Op voorwaarde dat je geen al te kleine penis hebt. U valt op fors geschapen? Ja, maar ik denk dat we daar alle drie wel een voorkeur voor hebben. Ja. Ik heb een lijst van standjes samengesteld en ik heb mijn favoriete standje gearseerd. Heb je die gelezen? Ja, ik heb ze doorgelezen. Ik vond het een behoorlijk pittige lijst. En bij sommigen dacht ik zelfs van, ik hoop dat ik zo lenig ben dat ik dat nog wel aan kan. Iets te pittig van jou, is dat wat je zegt? Nou, voor mij is niet gauw iets te pittig. Voor jou is het dus wel spannend. Nelleke, ben jij experimenteel? Nou, dat varieert. Ik heb in het verleden wel eens bijzondere standjes gedaan. Bijvoorbeeld in een zelfgemaakt spookhuis. En dan stond ik hier en mijn vriend daar met een grote zak over zijn hoofd en die riep... Hey! En dan schrok ik natuurlijk en dan was het ook nog helemaal donker. Dus ik wist niet waar ik was. En in mijn hulpeloosheid werd ik dan gepenetreerd. Ja, zo ging dat. Nou, dat spreekt mij ontzettend aan. Het lijkt mij ook wel wat. Zo verkleed als zombie met mijn armen naar voren lopen in het donker op de tast. Ja, ik denk dat ik daar wel opgewonden van raak. Ja, ik vind dat ook ontzettend leuk. Ja, precies wat jij zegt. Als een man zo'n eng griezelmasker opzet en dan op me afkomt, brullend, en dan mij zo neemt. Ik enig. Zullen wij dat anders vanavond in praktijk brengen? Dat lijkt me een opwindend idee, mits ze het veilig doen. Goed, dames en heren, mijn keuze is gemaakt. Ik heb vanavond seks met minister Van der Hoeven. Bedankt, tot volgende week. Dag.